Ik zag gisteren Frenkie de Jong zeker de eerste helft goed spelen. Oh, man. Hoe ver zit hij nog van het niveau af dat hij Barcelona ook echt functioneel zou kunnen ondersteunen? Kan helpen, kan meedraaien? Hij heeft ook zo'n mooie kop, hè? Vind ik, als voetballer. Ja. Beetje, hij heeft altijd lol ook. Ja, dat straalt hij ook uit. Ja. Nou, maar zou hij het kunnen, nu al, of moet hij nog een jaartje of 2, 3? Soms loopt hij nog een beetje te veel. Hij moet dat een beetje minderen. Maar geweldig, echt een geweldig. En leuk om naar te kijken. Ja. Ja, hij ziet het goed. Hij heeft het voordeel dat hij hem natuurlijk iets dieper weggrijpt als die jongen, die Braziliaan die bij Barcelona speelt. Die zit hele tijden, die van Liverpool, die zit hele tijden niet in de wedstrijd. Ja. Ja. Omdat die... Ja, maar dat is een ander type. Nee, maar daarom. Maar ja. Kijk, hij heeft het wel makkelijker. Hij kan ze zelf halen. Ja, nou, die Coutinho moet wachten tot hij goed aangespeeld wordt, ruimte heeft. Als hij hem ook krijgt. Want die krijgt hem niet. Die Messi neemt hem elke keer... Op die hoogte. Ja. Dus die hebben het een stuk moeilijker. Terwijl hij kan zichzelf in de wedstrijd werken, die jongen. Maar dan wordt er 70, 80 miljoen genoemd. Zijn dat bedragen waar je mag denken nu bij? Nou ja, dat is een jongen die is 20, 21 jaar. Dus dat wordt straks het dubbele. Ja. Maar hij kan het aan. Dat niveau gaat hij redden. Ja, daar ben ik echt van. En dan de licht er ook nog naartoe? Zo, dat zal wat zijn allemaal. Geweldig, nou, toch? Van de lichten. We gaan er zo'n mooie tijd... Je bent net het vroeg gestopt als bondscoach eigenlijk, Dick. Hey. De leeftijd. Nee, nu komen we door jaren op de oogsten weer eigenlijk. Ja. Maar wij wonnen ook, hoor. Ja, maar jullie haalden het niet, Dick. Nee. En we verloren één wedstrijd. Ja, dat is een hele belangrijke, tegen Frankrijk. Maar we hebben nu ook nog niks gewonnen, hè? Nee, dat is waar. Nou, we hebben tegen de Duitsers goed gespeeld, toch? Maar waarom zijn we in de Nation League? Ja, omdat jij het zo goed gedaan hebt. Nee, omdat wij alles wonnen. Ja, nee, dat is echt waar, hè? Ja. Ik geloof het niet. Nee, ja, jullie hadden wel punten gehad, maar... We moesten die punten halen, anders kwamen we Maar het was leuk geweest als het naar het WK waren. Ja, nee. Dat...